In feite was ik altijd de bedoeling van dus in de sport iets te bereiken. Het gemakkelijkste was voetballen, omdat het financieel in feite het minste kostte. Maar op een bepaald ogenblik zag dat ik mijn toekomst in de voetbal niet zag wat ik eigenlijk wilde. En toen ben ik maar overgestapt naar het wielrennen. Eerst met de studenten, daarna met de liefhebbers en dan natuurlijk bij de beroepsrenners. Ik ben in feite begonnen op de piste. Dus toen ik naar Gent naar school ging mijn eerste jaar, ging ik wel een keer trainen op de weg met mijn broer die gekoest had en hij zei tegen mij. Eigenlijk dat hij een rap rijden met de fiets had, waarom koest hij niet? Toen ik naar Gent naar school ging, ja, hoe zou ik zeggen, dat was misschien een speciale ervaring op de piste rijden. En ik ging naar de piste en ik kreeg dan een fiets in bruikleen van Marcel Rijkaard. En dat was in feite de eerste fiets waar ik mijn eerste koers mee gewonnen heb. Dat was dan Campus Cup achtervolging. En iedereen stond er misschien een beetje verbaasd van. Ik kreeg in feite nog maar 2 maanden op de piste. En de dinsdag werd ik kampioen van België en de zondag speelde ik nog een voetbalmatch met Deftingen. Eveneens bij de studenten werd Ferdi Oost-Vlaams kampioen op de weg in 1972. En in datzelfde jaar nam hij ook deel aan de eerste Europese kampioenschappen voor universitairen in het Waals-Brabantse Ottigny. Samen met Paul Kumpen, die hier op de foto zit, nam hij in 1972 deel aan de Gentse Liefhebbers Zesdaagse. Dus ik heb eigenlijk maar beslist om bij de liefhebbers te gaan rijden nadat ik mijn diploma als regent lichamelijke opvoeding had behaald in Gent. En dat ging dan nogal vlot, zou ik zeggen. Want ik behaalde toch de laatste 3-4 maanden van het seizoen nog 2 eerste plaatsen. En ik werd nog 14e in de Grote Prijs Willem Tell, dat toch een redelijk lastige ronde is in Zwitserland. En ik zou zeggen, dat debuut vond ik nu niet zo slecht. Kijk, zijn was er niet voor, mijn vrouw was er niet voor dat hij koers doen. Maar als hij gedaan in school, ik zei alleen, dan moet je een huis sloten. Dan moet hij een plan trekken. En als zijn diploma, dan moet hij weten wat dat doet. En toen zat hij die kansen voor naar Canada te gaan, om zijn doel te rijden. En dat plusje van, ja, hoe heet hij dan nou weer? En hij reed dus met Taalse van Zingham. En zijn zes doel ging er gewoon. In Canada is gewoon zo weer in mijn hart tegelijk, ik weet niet wat. En ze, ja, zijn zes doel gewonnen. En toen erachter reed hij vuur bij de liefhebbers. En die heeft er, ik weet niet, dikker zijn tweede had. Hij grok toch nog geen niesten. Hij zat in vorm van als hij weer kwam van Canada. En ja, het was altijd een tweede. Als hij thuis kwam, maar ja, ik had weer een tweede had. Op de piste werd je al onmiddellijk Belgisch kampioen ploegkoers, Ferdi. In feite was het een beetje moeilijk voor mij om een ploegmaat te vinden die werkelijk competent was. En op het laatste ogenblik kreeg ik dan Raf Constant, die dus meer spurter was dan ik. En wij moesten toch vechten tegen koppels als Meerenhout van den Broeke, van Ransbeek, die reed met, ik kan de naam nu niet goed, Van de Putten. En wonder boven wonder zeggen, maar ik woon in de spurt, het kampioenschap van België en koppelkoers, de spurt die in feite mijn zwakste punt was. Alhoewel ik moet zeggen dat ik nog Patrick Sertini in de spurt geklopt heb en zelfs uit die plank had. Ik kwam in de wielrennerij, dus bij de amateurs nogal een beetje speciaal. En sommigen maakten wel opmerkingen omdat dat misschien een unicum was. En ik herinner me toch dat Mark Meerenhout een keer mijn eerste koers dat ik reed bij de liefhebbers, dat was in Roeselaar, het criterium. Tegen mij zei hij, jongen, zeg jij studentje, wat kon hij doen? Maar ik herinner me toch nog goed dat ik de 7e was. Het was wel zeker met een man of 10. Thank you.
één keer gaan spelen, zodat ze met Frank Koste, toen we ook kampioen van België waren. Het was dus wel zo dat je dus, als kampioen van België al geviseerd werd. En ik was in feite te weinig beroeps op die ogenblikken om dus meerdere zesdaagse te rijden. En daarom was Gent altijd een heel lastige brok om dat te winnen. Dat was een beetje mijn probleem. Dus, in het begin van het seizoen was ik nooit in conditie, omdat het dus, 's morgens was nog donker en 's avonds was het al donker als ik terugkwam. Dus voor mij nam dat wel een beetje tijd in beslag om in conditie te komen. Maar anderzijds moet ik zeggen, ik was er gelukkig mee. Ik gaf persoonlijk maar 21 uur les op een week. Dus een keer dat het weer een beetje beter werd, had ik tijd genoeg om te trainen en om te koersen. De woensdag, moet ik zeggen, was dat soms nogal de vlucht naar Egypte. Want als ik buiten kwam met Sint Catharina College, stond mijn schoonvader Frans klaar met een auto, de boterhammen lagen erin, die mama of iemand klaargemaakt had, en dan op de fiets stond er al klaar en een auto in en weg naar de koers. Dat was ongeveer mijn leven als amateur. Dus 6 maanden liefhebber geweest hebben in 73 werd ik dus serieus coureur, zou ik zeggen, in 74 met de bedoeling van toch verder te gaan, maar nooit met het idee van een feite beroepsrenner te worden, omdat ik dus op dat ogenblik toch nog niet wist of dat ik bekwaam was in de grote wedstrijden iets te presteren. In 74 geloof ik won ik 8 wedstrijden. En dat was in feite niet zo schitterend, maar ik behaalde toch nog al enkele ereplaatsen. En achteraf bekeken zou ik zeggen, mijn materieel was daar niet in orde en ik was nogal robuust en ik brak nogal veel. Maar in het jaar 75 verbeterde dat toch met 21 overwinning. Alhoewel dat ik moet zeggen dat het een hele, hele slechte start was. Want ik heb dan geloof ik 3 weken gehospitaliseerd geweest. En ik heb dan eigenlijk keihard moeten trainen om terug te komen. Maar ik won dan toch nog de Ronde van Namen, de Ronde van Luik, ik won een klassieker, Juan van Cebolet. Ik won nog de Grote Prijs van Dortmund, ik werd dan nog 2 keer kampioen van België geloof ik op de piste. Dus in feite was dat voldoende om de stap te wagen. Door zijn selecties voor de wereldkampioenschappen in Montreal en Mété raakte Ferdi bevriend met Eddy Merckx, van wie hij tal van praktische raadgevingen meekreeg. Thuis werd hij als een koning vertroeteld door moeder Suzanne, die zijn beslissing om beroepsrenner te worden echter moeilijk kon aanvaren. Ik vond het dat toch niet, ik weet niet, dat stond mij toch niet aan. Ik zei aan dat, maar jongen, toch is dat toch moeilijk, moet je er toch zo lang naar school gaan, voor te koersen. Dus eerst moest ik verlof zonder werk krijgen. En dat werd mij toegestaan. En daar was ik heel gelukkig mee, omdat ik dus 2 jaar de gelegenheid kreeg om van mijn hobby mijn beroep te maken. En daar had ik veel geluk dat ik meneer Rebo had, dus die in feite een ploeg rond mij bouwde. Want dat vind ik wel belangrijk voor een jonge coureur, dat je dus kunt starten als beschermde coureur. Want anders zou je misschien in het livrij blijven van knecht. En daarvoor wilde ik per slotverrekening geen beroepsrenner worden. Na 2 jaar, meneer Rebo, dus op financieel gebied kreeg ik dat een beetje moeilijk. En ben ik dan overgestapt naar Marc Superia. En dat was in feite de doorbraak voor mij.
Ik leerde daar meer professioneel trainen en meer professioneel me begeleiden. En ik was dat jaar toch al achtste in de Ronde van Vlaanderen. Ik mocht naar Gent-Wevelgem en werd ook nog vijfde in Parijs-Roubaix. Ik droeg dan gedurende 12 dagen de gele trui in de Ronde van Spanje en won de groene trui in de Ronde van Spanje. 12 april 1978. 180 verkleumde renners trekken van Gent naar Wevelgem met een ommetje langs de kuststreuk, waar een ijzige zeewind het gelaat striemt en waar nijdige sneeuwbuien de renners gezichten in doffe maskers veranderen. In deze ongelijke strijd tegen de ontketende natuurelementen blijven enkel de sterksten over in een kopgroep die zich losmaakt van de rest bij de tweede beklimming van de Kemmelberg. Dit zijn ze bij de deurtocht op de top. Roger de Vlaming, Jan Raas, Walter Plankaert, Ludo Peters, Michel Pollentier, Freddy Maartens lopend over de top. Rick van Linden, te voet Ferdy van den Houten en wereldkampioen Francesco Moser. En tot slot Ronald de Witte. De rest is geklopt. Vooraan doet iedereen zijn deel van het werk en meteen is de beslissing gevallen. Een kopgroep van 9 man spoedt zich in de richting van Wevelgem. Heel even nog is er opschudding bij deze valpartij van Jan Raas. Maar die komt er met de schrik vanaf. Louis de Paalsmaker en Mark van Lombeek volgen voor ons de finale. Ronald de Witte. Het is voor Ronald de Witte een hele prestatie terwijl Jan Raas opnieuw gaat. Derde keer dat Jan Raas aanvalt. Spitse aanval opnieuw van Jan Raas en we zijn dicht tegen Wervik aan. Dat betekent dat wij nog op een 12, 13 kilometer van het einde zijn. Juist. Ja Mark, gaat u maar. En dan is het deze keer Ferdy van den Houten die het gat weer gaat toemaken nadat er enige twijfel toch wel was. Moser die keek even naar Maartens, Pollentier en Veron dan. En het leek even of Jan Raas misschien dan nu die vrijheid zou krijgen. Maar dan kwam daar helemaal van achteraan in dat groepje Ferdy van den Houten weggesprongen. Misschien ging die niet zozeer om dat gat toe te rijden. Dan wel om alleen tot bij Jan Raas te kunnen gaan. Om met zijn tweeën wat te proberen. Maar ook dat vindt hier geen doorgang. Want Jan Raas is intussen bijgehaald door van den Houten en Moser. Die geven zich wel volledig, maar zij rijden maar een 10, 15 meter uit. Nu voor de andere waar Ludo Peters erg goed meewerkt. Krijgen we ook goed in beeld gebracht nu met het drietal vooraan. Francesco Moser hier, Jan Raas voor hem en dan Ferdy van den Houten in de spits. En ook al een aanval van van den Houten nu. Gaat op zijn manier, op zijn specifieke rijstijl in de aanval, heeft een 40, 50 meter voorsprong op Moser en Jan Raas. Het wordt hard werken nu voor de achtervolgers. Daar zijn ze weer. Ferdy van den Houten. Heeft gezegd dat het dit seizoen moet gebeuren voor hem in de wielrennerij. Ja, Mark, hoe staat het met achtervolgers? Wel, daar is het Francesco Moser die het werk doet, Walter Plankaert nu ook. Dat groepje is even uit elkaar gevallen in twee groepjes van vier. Vooraan Walter Plankaert, Ludo Peters, Jan Raas en Moser. En nu komen weer aansluiten daar Freddy Maartens met in zijn wiel, Roger de Vlaming, Rick van Linden, Michel Pollentier en als laatste Ronald de Witte. De voorsprong van Ferdy van den Houten bedraagt nog altijd een 40 meter, zo 40, 50 misschien. Hij gaat door, dit is duidelijk. Hij wil zijn kans gaan. Kan doen een tegenaanval nu van Jan Raas met in zijn wiel
Rosé de Vlaming, Maartens komen weer naar de rechterkant van de weg toe. Terwijl de voorsprong van Ferdy van den Houten nog altijd een 40 meter is. Dit is toch een opwindende finale aan het worden hier. Mooie finale met Ferdy van den Houten hier. Een regent in de lichamelijke opvoeding die zijn job in het onderwijs heeft zo gelaten om aan wielrennen te doen. Die wil slagen dit seizoen. In zijn ploeg van Romain de Loof goede ervaringrijke renners bij zich heeft. Met Herman van Springel onder meer. Met Patrick Sercu ook. Mee, hard werken, dat is het. En de voorsprong nu van Ferdy van der Houten is 200 meter met een demarrage van Jan Raaf. Nog maar eens Jan Raaf, links van de weg springt hij weg. Moser gaat mee en Walter Plankaert. Freddy Maartens blijft zitten vooraan. Ook Rosé de Vlaming blijft zitten. Volontier, Ludo Peters, Van Linde en Ronald de Witte. Die gaan niet direct mee. Jan Raas kijkt om. Moser in zijn wiel. En dan als derde man Walter Plankaert. Maar die nemen voorlopig nog niet over. Nee, het zijn deze drie. Volontier die gaat nu weer proberen de anderen bij dat drietal te brengen. Terwijl Ferdy van den Houten 200 meter voorsprong heeft. 200 meter voorsprong is voor Ferdy van den Houten. Dan volgen Jan Raas, Moser en Walter Plankaert. Raas bracht die ontsnapping nog maar eens op gang. En dan als allerlaatste hier op zo'n 40, 50 meter van een drietal volgen dan Pollentier die daar weer hard werkt. Met Rosé de Vlaming, met Ronald de Witte, Freddy Maartens, Ludo Peters en Rick van Linden. Ja. Wij hebben nog 5 kilometer te rijden. 5 kilometer nog voor Ferdy van den Houten. En zo te zien draait hij erg goed, Ferdy van den Houten beheerst grote molen erg goed. Een van de figuren in de wielersport die naar het voorbeeld van Walter Godefroot het zeer realist ook, zeer vaardig bekijkt, het goed aan de man kan brengen, deze Ferdy van den Houten. De verrassing toch in dit groepje van 10. En zoals Mark van Lombeek net doorgaf, 40 seconden voorsprong nu op het trio Raaf, Moser, Walter Plankaert. En je krijgt toch meer bewondering voor Ferdy van den Houten. Als je ziet hoe toch die achtervolgers hier, want daar zijn we nu beland. We zitten in een wiel van Walter Plankaert, van Jan Raaf en van Moser. Hoe die zich geven, dat is toch duidelijk. Hoe die elkaar aflossen, misschien niet helemaal afvolgaan. Maar toch, dit is met de bedoeling toch wel fietsen dat je de man daar vooraan te pakken wil krijgen. En zij komen niet terug tot bij die Ferdy van den Houten. Ferdy van den Houten dit seizoen al een vierde plaats in Aix-en-Provence en een twaalfde in de ronde van de Middellandse Zee, dat was al. Verleden jaar won hij 5 wedstrijden, niet zo erg overtuigend in Woesten, in Kruishout en Brakel en 2 keer in Gerardsbergen. Daar moet niet zo erg aan getild worden. Nu voor het eerst in de internationale belangstelling wordt over kort 26 jaar die Ferdy van den Houten. Is in 1976 eens kampioen van Oost-Vlaanderen geweest. Was dan 11e in de Ronde van België. Is een goed renner, zonder meer. Heeft ook af en toe voortreffelijk gepresteerd op de wielerbaan. Zou graag aan achtervolging gaan doen. Ook heeft dat ook gedaan. En nu hard werken op weg voor zijn eerste klassieke zege. Met nog een goede 3 kilometer te rijden. Het moet wel wat zijn voor zo'n renner om te weten dat over een 3-4 minuten de aankomstlijn in Wevelgem voor hem ligt. En nu is de achtervolging toch wat stilgevallen. Nu net komt er weer wat tempo bij. Is het dan omdat er een camera hier naast deze drie renners gaan rijden is? Maar daarnet was het toch duidelijk dat geen van de drie zich nog wou geven. Ze keken om beurten erg ver achteruit. En toen ze aan de leiding moesten komen, wel, dan keken ze nogal gauw ook uit naar de andere renners of die niet kwamen aflossen. Ze rijden hier nog altijd voor ons uit en wij kijken erg ver op deze lange baan. En daar is geen Ferdy van den Houten meer te zien. Hij lijkt dus toch wel zeker te zijn van deze overwinning. Behouden pech natuurlijk.
terwijl Jan Raasjes nog eens recht zit, gaat hij nog wat doen, nee. Moser, kijk nu ook, kom, wij doen dat ook, want zien er komen andere renners aan. We kijken wie dat is, die zijn nog zo'n 100 meter achter Moser, achter Jan Raas en Walter Plankaert. Maar door de auto's volledig verstopt voor ons. We proberen uit te vissen wie ze zijn, dan vertellen we het u zo dadelijk. De laatste tussenstand op een goede kilometer van de aankomst, Ferdy van den Houten. 50 seconden voorsprong op het trio Moser, Plankaert, Jan Raas. En dan meer dan 1 minuut op de andere achtervolgers, waar dan toch enige beweging in gekomen is. Maar dat zou wel eens te laat kunnen zijn. Ferdy van den Houten nu straalt zelfvertrouwen uit. Heeft in deze finale toch wel geduld met vedetten. Is de laatste kilometer al ingegaan. Geen dwarsligger geweest in die ontsnapping, verre van. Aangevallen zoals de vedetten het zouden moeten doen. Gedaan hebben, maar te vroeg. Goed moment gekozen. Gewoonweg alles wat een groot renner, een klassiek winnaar moet hebben. Dat heeft deze man vanmiddag wel gekund. Ferdy van den Houten. Nog een laatste flits misschien van de achtervolgers, Mark, voor Van den Houten binnenrijdt. Wel, nog even vertellen dat die drie daar voor ons uitrijden en de twee die aan het terugkomen zijn. Maar dan dankzij de steun en de hulp van hun sportdirecteur, waarvoor die werden berist trouwens. Dat zijn Roger de Vlaming en Ludo Peters. Wel, Ferdy van den Houten kan rustig achterom kijken. Zegengebaar. Wint Gent-Wevelgem Ferdy van den Houten zijn eerste klassieke overwinning. Wat ook Freddy Maartens hier ooit deed in Wevelgem. Eerste klassieke overwinning voor Ferdy van den Houten. 26. Slechts heel toevallig in dat wielrennen beland. De overwinning in Gent-Wevelgem was in feite de belangrijkste overwinning. Omdat ik vanaf dat ogenblik aanvaard werd bij de betere beroepsrenners. En ik moet zeggen, vanaf dat ogenblik was ik coureur en voelde ik mezelf 100% coureur. Bordeaux-Parijs in mijn carrière was iets heel speciaals. Dus toen ik de eerste keer aan deelnam, was dat in feite bij verrassing. Het voorseizoen was niet te schitterend geweest, dus moest ik maar mijn waarde proberen een beetje nog naar omhoog te brengen in Bordeaux-Parijs. Ik ging naartoe naar Bordeaux-Parijs met heel weinig specifieke training achter de derde. Ik geloof dat ik twee keer achter de derde gereden heb. En ik zou zeggen, ik heb geduelleerd met Erwin van Springer op 100 km van de aankomst en ik werd toen nog tweede. Het jaar nadien had ik me er intens op voorbereid en werd ik zevende, het jaar nadien achtste. Daarna heb ik dat nooit meer willen rijden, omdat het in feite een koers is die voor mij onmenselijk is. De start, zal ik zeggen, is om 2 uur 's morgens. En de aankomst is om 4:30 en je krijgt 20 minuten tijd om een keer af te stappen en aan de koersbroek aan te doen. Ik vond dat niet meer verantwoord voor mijn eigen. De grote herfstprijs, beter bekend als Parijs Tours of Tours Parijs, werd in 1981 gekenmerkt door een lange ontsnapping van de Zwitser Serge de Mieyre en Ferdy's Franse ploegmaat Pierre Badzo. Op een van de laatste hellingen worden de beide vluchters gegrepen en onmiddellijk achtergelaten door een eerste groepje achtervolgers, waarin we naast Ferdy ook Jan Raas, Henny Kuiper, Gibi Baronkelli en onze landgenoten Luc Collijn en Ronnie Klaas herkennen. De late uitval van Ronnie Klaas wordt hier onmiddellijk beantwoord door Jan Raas en een kopgroep van 9 man meldt zich uiteindelijk aan voor de eindspurt.
Luc Collijn begint aan de leiding te spurten met Jan Raas in het wiel. Raas komt van heel ver op kop. Ferdi zit aan het goede wiel, maar de supersnelle Nederlander wint toch gemakkelijk deze spurt. Ferdi wordt nog mooi tweede, Luc Collijn is derde, Baron Kelly vierde en Ronnie Klaas eindigt op de vijfde plaats. Ja, Asbjørnsen moet inderdaad de Ronde van Frankrijk meedoen. De Ronde van Frankrijk... Ik zou zeggen, ik ben er te laat aan begonnen aan de Ronde van Frankrijk. Ik heb mijn eerste Ronde van Frankrijk gereden in 1980 en toen was ik al 28 jaar. En dat was te oud om in feite nog het klassement te rijden in de Ronde van Frankrijk. Maar anderzijds moet ik zeggen, de Ronde van Frankrijk is het evenement van het jaar. En ik heb er toch een rit in gewonnen in de Ronde van Frankrijk. En voor mij was dat een succes. Hier zien we dan Ferdi van den Houten in zijn eigen kenschetsende stijl. Hoekig, wielskrachtig kan je het ook noemen. Regent, hello. Deze Ferdi van den Houten en niet van den Haten, op, zoals het daar op het scherm stond. Ferdi van den Houten, hij is er onlangs 32 geworden, een regent LO. Is trouwens via zijn studies met wielrennen begonnen, reed dan een paar wedstrijden bij de studenten en is zo in de echte wielercompetitie gekomen. Ferdi van den Houten die ook veel op de piste heeft gereden. Onder meer kampioen van België achtervolging, Omnium en ploegkoers geweest ook bij de amateurs. Is prof geworden 1976. En wat het aantal overwinningen betreft is zijn eerste seizoen ook zijn beste geweest. In 1976 haalde hij 8 overwinningen, waaronder een rit in de Ronde van Spanje. In 1977 dan 5 overwinningen, zijn mooiste overwinning. Blijft natuurlijk in 1978 zijn zege in Gent, Wevelgem. Won toen ook 2 etappes in de Ronde van Spanje. Was daar een week ook leider, maar moest uiteindelijk de eindzegepot aan Bernard Hinault laten. Ferdi van den Houten die het ook geprobeerd heeft in Bordeaux-Parijs, maar dat ging hem toch niet helemaal goed af. Hij werd daarin 2 keer 8e. En Ferdi van den Houten zou nu een voorsprong hebben van 6 minuten en 22 seconden. Ik geloof niet dat Van den Houten dit seizoen al een wedstrijd gewonnen heeft. Dat zou dus zijn eerste zege kunnen worden. Hij werd 10e in de omloop het volk, 20e in de Ronde van Vlaanderen. Zijn man die zeer regelmatig erbij is in de Ronde van Vlaanderen, reed hij trouwens lange tijd mee vooraan. En miste dan eigenlijk op het nippertje nog de goede ontsnapping. U ziet, Van den Houten had blijkbaar plannen om in de aanval te gaan, want heeft een speciale fiets genomen waar de kabels onder meer in het stuur gewerkt zijn. Terwijl het hier nu goed begint te regenen. Dus helemaal onvoorbereid was deze actie niet van Ferdi van den Houten. En Van den Houten wordt hier nu gemeld in de rechte lijn, maar dus moet hij hier nog een ronde afleggen van 5,5 kilometer. Laten we dat niet vergeten, hij zal dat ook wel weten. Ferdi van den Houten, u weet, gisteren was er verwarring bij Pascal Jules en vooral bij Marc Sergeant. Marc Sergeant die zei daarna van ja, ik wist het nogthans, ik had het gelezen, maar ik ben ten val gekomen, ik was helemaal in de war eigenlijk. En vandaar die missing, die fout, maar dat is een fout die Ferdi van den Houten niet gaat maken. Ook heel wat renners die minder nog aan het achtervolgen denken dan wel aan de tweede plaats en mogelijk daaraan verbonden bonificatie. Phil Anderson leek daar even mee te willen gaan springen, maar liet dat dan toch maar. En vandaar dat één man daar weer kleine voorsprong kunnen krijgen heeft. Even kijken wie dat is. Is dat... Miller, dat is Alan Piper met de witte trui aan. Alan Piper, de Australiër, is daar weggegaan. Ja, normaal zou Le Montes met die trui moeten rijden. U ziet het, zelfs de organisatoren en de mensen van het protocol die dat allemaal moeten regelen hebben vanmiddag te weinig tijd gehad om dat allemaal te doen. Er zal ook geen officiële ceremonie protocolair geweest zijn. En ja,
dat is vaak het belangrijkste voor deze mensen. Zo gezegd, we geven die trui wel vanavond. Maar waarom gaat die nu gaan rijden in de achtervolging? Hebben die zich echt kunnen losmaken om die paar seconden te nemen? Want dat is natuurlijk niet in dienst van Ferdy van den Houten wat hij daar nu doet. Dat zou eventueel van den Houten zelfs zijn gele trui kunnen kosten. Ik denk dat Frank Hoste daar ook mee is in tweede positie. Dus Alan Piper hier. Overhouden om de gele trui te nemen. En dan heeft hij dat onder meer toch te danken aan het werk van Steven Roach daar. Ferdy van den Houten, de ritzegen is wel voor hem. Dat is duidelijk. Maar wat Roach doet is onvergeeflijk, ontoelaatbaar. Ferdy van den Houten, ja, gelukkig natuurlijk in de streek van zijn sponsor. En dat bedrijf is hier echt populair. De renners uit die ploeg, die kennen ze hier allemaal. Er wordt geen onderk risico's willen gaan nemen om nog bonificaties of punten voor de groene trui mee te pikken. Het peloton dat hier nu naar de aankomst toekomt. En met onder meer Adrie van der Poel, Erik van der Aarde vooraan, Frank Hoste. Oh, kijk eens wat Van der Aarde daar allemaal toch weer doet. Ja, dat is niet meer ernstig natuurlijk. Daar moet hij voor gestraft worden. Wat Erik van der Aarde eruit komt. De Jonkheer uiteindelijk die het haalt voor onder meer Hoste en Van der Aarde. De rechte lijn. 2 minuten en 20 seconden, dat betekent dat Kelly al ruim 1 minuut verliest, terwijl hij Ferdy van den Houten, de ritwinnaar, daar even in beeld zag. De ritoverwinning in deze ronde van Frankrijk, na Frank Hoste in Saint-Denis. Nu dus Ferdy van den Houten daar op het podium in Béthune. Dat je al een hele acrobaat moet zijn om... En de gele trui toch voor Ferdy van den Houten, volgens wat zich daar afspeelt. Op het... Publicitair is de Ronde van Frankrijk feitelijk het summum in de wielersport. En zeker voor mij was de Ronde van Frankrijk altijd belangrijk, omdat ik persoonlijk voor een Franse firma reed. En de rit die ik won was dan nog in de achtertuin, laat ons zeggen, van La Redoute. En dus op dat moment was dat voor mij dus een gouden jaar. En heb ik in feite dus de jaren daarna misschien er nog een beetje van geprofiteerd. Want La Redoute was toch de meest gestructureerde en best georganiseerde ploeg waar ik voor gereden heb. 123 deelnemers waren vertrokken. Een goed deelnemersveld in deze internationale ronde van Midden-Zeeland. Die volgend jaar automatisch het predicaat, internationale predicaat tweede categorie zal krijgen. Maar de organisatoren hopen nog een beetje op het predicaat eerste categorie. En hier is Jan Raas, net als vorig jaar na zijn val in Milaan-San Remo, toen hij zijn rentree vierde in de Ronde van Midden-Zeeland, deed hij dat ook nu, na zijn rugblessure die hem heel lang uit koers hield. Maar onder leiding van met name de renners uit de nieuwe Nederlandse ploeg van Ben van Erp, u ziet dat hier, komt die ploeg dichtbij. En uiteindelijk zijn het dan 15 man die elkaar de sprintzegen van deze ronde gaan betwisten, met alweer een veteraan die gaat winnen, de Belg Ferdy van den Houten. Opmerkelijk dat hij Ferdy van den Houten kan winnen. Hij is 33 jaar en bezig met zijn afscheidsseizoen. En had dit seizoen nog geen enkele overwinning in de wacht weten te slepen. Maar hier verslaat hij dan de medevluchters in de sprint. De tweede plaats is voor Nico Verhoeven. Derde wordt Eddy Plankaert. Vierde Patrick Versluis en vijfde Jacques Hanegraaf. En Gert Jacobs, hij had zijn inspanning moeten bekopen. Hij werd 55ste en laatste op 2 minuten en 40 seconden. Met June Bembella a fourni les 12 tonnes de peinture nécessaires. Un concurrent du Paris-Roubaix a testé. Ça ne me gêne pas du tout qu'ils ont mis une peinture. Mais moi, je suis pas un artiste de peinture, je suis plutôt un coureur et pour moi, c'est plutôt le résultat qui compte. Het is een speciale koers, ik zou zeggen. Paris-Roubaix is in feite een individuele koers. Als je nu op kasseistroken rijdt, zijn ze verplicht van een meter of een meter en een half achter de coureur te rijden die voor u rijdt. Dus het komt er niet op aan van in het wiel te zitten, want je moet een beetje achterblijven om de putten te zien. En het is een koers, ja, die mij het meest ligt, omdat het draaien en keren en trekken en sleuren is, denk ik. Omdat ik nogal het type coureur was die het moest hebben van labeurwerk.
Een goede namiddag, dames en heren. Vanuit de 84ste Parijs-Roubaix, de meest vervloekte en de meest aanbeden van alle wielerklassiekers. La Reine des Classiques, zeggen de Fransen, de koninginnenwedstrijd. En het is inderdaad de meest begeerde van alle eendagswedstrijden. En wij kijken hier nu naar opgenomen beelden van de doortocht in het bos van Wallers-Arenberg. Met twee koplopers, dat zijn Jos Lammertink, hier aan de leiding rijdend uit de ploeg van Peter Post. En in zijn gezelschap uit de ploeg Hitachi, Dirk de Wolf. Twee renners die zich hebben losgemaakt. Jos Lammertink die de forcing voert voor Dirk de Wolf. Handen zo losjes mogelijk op het stuur. Niet gecrispeerd. En dat zijn dan die kinderkopjes in dat bijna voorhistorische Wallers-Arenberg. Waar Parijs-Roubaix opnieuw doorheen trekt sinds 1983. Voor de eerste keer in het parcours opgenomen in 1968 tot 1973. Dan heeft men die strook terzijde gelaten gedurende een decennium. Maar men is er toch opnieuw naartoe getrokken sinds 1983. En we zien Dirk de Wolf daar met opengesperde mond hijgend in het spoor van de Nederlander Jos Lammertink. Zij worden luidruchtig aangemoedigd door het bijzonder talrijk. Opnieuw achteraan gaan kijken met wereldkampioen Joop Zoetemelk. Die is opgekomen ter vervanging van de Nederlandse kampioen Hanegraaf, een van de afwezigen. En die Kuiper is er ook niet bij, een gewezen winnaar, maar dat was al aangekondigd, evenmin als de winnaar van vorig jaar, Marc Madiot. En Dirk de Wolf zich heeft afgezonderd. Er is dus toch een groepje op zoek naar Rudy Danens. We zullen dadelijk wellicht kunnen gaan kijken wie zich daarbij bevindt. Een halve minuut achterstand hier voor het nummer 122, dat is Frank Horst. Eddie Plankaert is erbij, daar is ook Lavenne. Met het of Lucro is dat liever. Daar is Urs Freuler bij, Sean Kelly natuurlijk. Verder ook Dominique Lucro. En die Plankaert die de forcing voelt hier. Sean Kelly die goed meegaat. Verder Ferdy van den Houten, bijzonder karaktervol. Ludo Peters is erbij in het spoor van Eddie Plankaert. Dus Eddie Plankaert in de achtervolging afgelost nu door Ludo Peters. De Belgen bijzonder sterk vertegenwoordigd in de achtervolging op Rudy Danens. Dan komt Ferdy van den Houten. Onmiddellijk ook overnemen, Sean Kelly dan, die het werk niet schuwt. En dan een beetje onverwacht misschien Urs Freuler, bijzonder snelle spurter in topconditie ook. Frank Hosten eveneens, snelle man, is mee. Ferdy van Houten, de karakterrenner bij uitstek. Ludo Peters, erg stijlvol gestileerd. Eddie Planka toch nog eens een topconditie onderstrepend. Lucro dan met het nummer 14. Dat moeten ze zo wat zijn dus. De renners die jacht maken op Rudy Danens. En weer verbrokkeling vooraan. Renners die het moeilijk krijgen om het tempo te volgen. Het zou mooi zijn mochten we, zoals we dat zelf al gedaan hebben, in de Ronde van Vlaanderen bijvoorbeeld eens van achteren naar voren rijden. Om te kijken wie het moeilijk heeft. Het is in elk geval Kelly die daar het tempo aan geeft voor Adrie van der Poel. Sean Kelly heeft het commando genomen daar in het midden van die kasseiweg. Op de holle rug verkiest hij te rijden, wordt afgelost door Adrie van der Poel. We zitten voorbij Campin à Pével op een strookkassei van 2 kilometer en 300 meter. Daarna krijgen ze nog een strook van een goede kilometer. Dan nog eentje van 400 meter. En dan de laatste vlak voor hem nog een strook van 1,5 kilometer hellewegen. Het leed is dus bijna geleden. De slechtste stroken liggen achter de rug. En van in hem hebben de renners toch nog 8 kilometer. Dat betekent voorbij de laatste kassei nog zo'n kilometer of 9. Met voor zover dat we dat kunnen zien, Adrie van der Poel of is het Ludo Peters. Met ook Van den Houten menen we, een renner uit de Panasonic ploeg ook, een uit de Hitachi ploeg en met Sean Kelly. Vijf man die zich daar hebben losgewerkt, is dat Johan van der Vel of is het Eddie Plankaert? Van der Poel lijkt daar in elk geval het tempo aan te geven voor Kelly. Dat zijn de twee bedrijvigste renners hier in deze ontsnapping met z'n vijven. En dat zou kunnen serieus worden. Van der Houten menen we daar in derde positie te herkennen. Dus Van der Poel,
En dan de man met de Panasonic ploeg die moet lossen. Kan niet meer mee, wordt gelost. Nog vier leiders. Op minder dan 20 kilometer van de aankomst, vier leiders. Geen motor in de buurt om ons betere beelden te geven. Om deze renners te identificeren. Kelly in elk geval zit daarbij. En hier is wat gebeurd. Wagens staan stil. En Van der Poel die nu toch moet aanklampen. Maar Danens die is nu sterk genoeg om eindelijk Sean Kelly steun te gaan bieden. Terwijl Ferdy van den Houten op al zijn karakter een beroep moet doen om mee aan te pikken. Maar hij doet dat uitstekend bij zijn tiende deelneming. Dus Ferdy van den Houten die een privéknecht als het ware had opgeëist. Terwijl Danens daar nu even wegwipt. Ferdy van den Houten die Dirk Waaienberg had opgeëist om hem 100 kilometer uit de wind te zetten. Maakt het hier toch wel waar, hoewel hij het nu ook weer moeilijk heeft met die tempoversnelling van Danens. Terwijl we er nu toch de schilderwerken van de heer Ben Bella en ook zijn naam, Majoub Ben Bella. En dan dat de kleurenfresco dat nu toch wat nader in beeld komt. Terwijl het mij Johan van der Velde lijkt te zijn. Dus die Panasonic renner die mee was, als het ware, met de goede ontsnapping, maar dan toch echt moest afhaken. Dat was zeer duidelijk te zien vanuit de lucht. Johan van der Velde nog een keer, de beste man in zijn team. En nu dus over dat kleurenfresco rijdend gedurende een tiental kilometer. Sean Kelly, de beste man hier bij dat viertal. Rudy Danens, die hem geregeld steun verleent. En dan Ferdy van den Houten, die het moeilijker heeft. Net trouwens als Adrie van der Poel. Van der Poel die het misschien niet eens zo moeilijk heeft, maar die de lessen die Jan Raas hem heeft geleerd goed in zijn oren heeft geknoopt. Dat heeft hij bewezen ook in de Ronde van Vlaanderen. Dat men niet alleen moet duwen, maar ook moet denken. Maar Sean Kelly als een authentiek kampioen, die duwt ook, die denkt voorlopig niet. En Van der Poel die blijft weer rustig de kat uit de boom kijken in laatste positie. Kan natuurlijk ook erg ontspannen rijden. Hij heeft al een grote klassieker gewonnen dit jaar. Ronde van Vlaanderen overigens heeft ook Sean Kelly er alleen op zijn naam geschreven. Milaan Sanremo. Maar Kelly heeft daar geen vrede mee. Kelly was trouwens bijzonder ontgoocheld dat hij de Ronde van Vlaanderen niet heeft kunnen winnen. De enige grote internationale topklassieker die nog op zijn palmarès ontbreekt. Kelly die overigens pas eind 1983 zijn eerste grote internationale klassieke overwinning behaalde in de Ronde van Lombardije. Maar sindsdien heeft hij zich opgewerkt tot de beste klassieke wegrenner van deze tijd. Met elk zes renners. Dat even tussendoor. Toch opnieuw een innovatie in het wielrennen. Dat in beweging is. De mondialisering waarover zo vaak is gesproken al. Het herdenken van de kalender. Maar daaraan zullen deze renners natuurlijk niet denken. Deze vier met Ferdy van den Houten. Hard werkend. Kan inderdaad beslag leggen op een vierde plaats op zijn minst. Jaagt daar de motoren weg. Wil voluit zijn kans kunnen gaan. 55 seconden wordt er gemeld en dat ziet er goed uit. Op minder dan 10 kilometer van de aankomst. Met Rudy Danes in laatste positie. Die heeft harder gewerkt vroeger op de dag al. Toen hij alleen voor de achtervolgers ging uitrijden met Adrie van der Poel. Die vaak een afwachtende houding heeft aangenomen. Met Sean Kelly en Ferdy van den Houten. Dat zijn ongetwijfeld de twee hardste werkers uit deze kopgroep. Sean Kelly van den Houten. Kelly altijd erg laag zittend zo. Met nijdige rukken voorbewegend. Adrie van der Poel bijvoorbeeld een veel mooiere stijl, maar dat zegt allemaal niets. En van den Houten, ja. Als er nog een dwangarbeider bestaat in het peloton, dan is het deze Ferdy van den Houten. De broek ook wat opgetrokken. Danes makkelijk rijdend hoor, Rudy Danes. Van der Poel en Kelly. De vier dus vooraan. Eén gewezen winnaar van Parijs-Roubaix daarbij, Sean Kelly. Deze man aan zijn tiende Parijs-Roubaix bezig. En op weg wellicht naar zijn mooiste uitslag. Een man die hier eigenlijk niet meer zou bij geweest zijn, want voor het seizoen zou hij sportdirecteur geworden zijn in een nieuw opgerichte profploeg. Maar dat is nooit doorgegaan.
En dan is Van der Houten naar opnieuw beginnen trainen. Is hij opnieuw renner geworden. En dat doet hij nog altijd met erg veel succes. In zoverre dat er ook al gedacht wordt aan een nieuw seizoen volgend jaar in 1987 dan. Licht neemt hij toch al vrede met de vierde plaats, want Van der Houten is alles behalve een zweetdief. Hij is een renner, terwijl ze nu toch het tempo wat laten zakken. Hij is een renner die altijd tot het uiterste gaat, laatste kilometer nu. En Rudy Danens trekt zich op gang, Van der Poel reageert. Danens laat het dan maar weer afweten, dat was goed gezien. Van Rudy Danens mocht er geazeld zijn achter hem, kon hij doorgaan. Maar dat was niet het geval, Van der Poel nam geen enkel risico. Kelly nu ook, en omkijken om te zien of er toch geen gevaar dreigt uit de achtergrond. Van den Houten in vierde positie, die zal wellicht vrede nemen met de vierde plaats of straks toch resolute sprint inzetten. Maar dan is hij ook geklopt. Rudy Danens nu in ondankbare positie en Van den Houten gaat het dan toch doen. Maar de anderen hebben het tijdig gezien. Van der Poel, bijzonder alert toch. Van der Poel wil sprinten voor de eerste plaats, dat is duidelijk. Hij reageerde op die eerste schijnbeweging van Rudy Danens. Nu ook die poging van Van den Houten, maar Van der Poel had het gezien. Maar Van der Poel zit intussen in eerste positie, dat is alweer ondankbaar. Kelly in goede positie nu. Van der Poel moet omkijken dat hij niet verrast wordt. Het zal erop aankomen op het gepaste moment opgang te schieten en dan genoeg kracht over te houden tot het einde. John Kelly toch wel in goede positie nu in het wiel van Van der Poel. Dat is wat ondankbaar voor Van der Poel. Kelly die eventjes verrast werd door een schijnbeweging in de sprint van de Ronde van Vlaanderen door Adrie Van der Poel. Die zit nu als het ware in een zetel, maar nog een keer Van den Houten. En als de anderen nu twijfelen, dan kan het gebeurd zijn. En ze twijfelen, Van der Poel die houdt Kelly maar in de gaten. Nu doet hij toch het werk. Van der Poel gaat voluit, dat kan zijn dood betekenen. Zal Van der Houten nog worden bijgehaald door Van der Poel? Wellicht wel, ja. En dan moet Kelly komen en normaliter moet Kelly kunnen winnen. Daar nog altijd Van der Houten, maar Kelly schiet als een raket naar voren. En Kelly zal moeilijk te bedreigen zijn. Rudy Danens zal als tweede over de streep komen. Eerste dus John Kelly, vlotwinnaar. Tweede Danens, derde Van der Poel. En vierde Ferdy Van den Houten. Dat is dan misschien wel een juiste weergave van de waarde van dat viertal. Zoals het hier gedemonstreerd werd, althans in deze wedstrijd. Van der Poel wat minder offensief toch, terwijl Velde zesde geworden. En hier hebben we bij ons, en bij Mark Latijn, Ferdy van den Houten. Ferdy van den Houten, hoe is die beslissende ontsnapping precies tot stand gekomen? Nou ja, op het laatste stuk Latijn reed eerst Van der Poel aan de leiding. Dan is Kelly gaan overnemen. En dat is toch wel Kelly die de forsingen goed deed. Ik zat in het wiel van Adrie van der Poel en ik heb nooit omgekeken. Ik heb alles gegeven om in het wiel te blijven. Toen we na het laatste stuk afzij kwamen, waren we met vier weer op. Kelly was toch de sterkste van daar, denk ik. En hij heeft gewonnen. Ik heb nog iets geprobeerd op het laatste, maar ja. En was Rudy Danens niet de sterkste op 1A? Hij die toch ook alleen aan de leiding heeft gereden? Ja, natuurlijk. Rudy Danens heeft een formidabele koers gereden. Hij heeft toch voorop gereden, daarna wordt hij ingelopen. En dan is hij nog mee met de beslissende ontsnapping. Die prestatie te leveren moet je toch ook een heel goede conditie hebben, geloof ik. En dan die sprint en laten we zeggen die laatste kilometer. Jij hebt toch nog maar geprobeerd? Ja, ik wist wel dat ik in intrinsiek was ik de traagste. Dus ik heb de laatste twee kilometer in feite maar geprobeerd om een beetje kracht te sparen. Ik heb dan op een 500 meter van de aankomst proberen aan te demareren. Maar Adrie van der Poel heeft direct gereageerd met Kelly en Twil. Ze zijn mij alle drie overgestoken en ik ben vierde. Ik heb het toch geprobeerd. Het is u dan ook je mooiste uitslag die je ooit in Parijs-Roubaix hebt? Ik ben nog een keer vijfde geweest. Het vierde is mijn beste plaats. Was dat nu je laatste Parijs-Roubaix? Ja, ik heb vorig jaar altijd gezegd dat het mijn laatste jaar was. Nu zou ik vandaag zeggen, ik hoop dat het mijn laatste jaar niet is. Kijk, dat is de sprint, Ferdy. Je kunt hem nog eens commentariëren. Nou ja, dus ik moet wel zeggen, ik val een beetje stil. Toch raak ik gedemoraliseerd, dus we gaan nu voorbij steken. Ik ben vierde. Ik kom, als ik een vijfde spurt doe, denk ik ook dat ik vierde word. Dus was het beter dat ik ging iets proberen op een 500 meter van de aankomst. Dat was het beste wat je kon doen eigenlijk? Ja, ik denk het ook. Als ik me voor de koers gezegd had, die van Nuiden gaat vierde zijn, dan was ik tevreden. Nu ben ik vierde, dus ik ben maar tevreden ook. Bedankt, Ferdy van der Houten. 1987 was inderdaad een heel speciaal jaar.
Ik had dus kennis gemaakt met die nieuwe methode van training. En ik had een wintertraining gedaan die heel specifiek was. En ik moet zeggen, in het begin, dus de koersen in het zuiden van Frankrijk, reed ik heel goed. En zelfs in Omloop van het Volk reed ik goed, maar door een valpartij kwam ik niet in de uitslag voor. Maar dan in Parijs-Nice begon alle lijfelijke miserie, na alle materiële miserie die ik reeds gekend had. Het was werkelijk een afgang voor mij. Want vandaag zeg ik het nog, het is nog nooit gebeurd in mijn carrière dat ik geen enkele klassieke een keer op tv gekomen ben. En ja, op een bepaald ogenblik beginnen de twijfels. En die twijfels groeien dan. En op dat ogenblik zeg ik dan maar 1970 dagen, 31 december is het einde van mijn carrière. En ik ga er definitief mee stoppen. Maar ik wilde toch maar zo niet stoppen zonder nog iets te presteren. En toen heb ik samen met Noël Ferré een trainingsprogramma terug uitgebouwd en uitgedokterd dat mij moest in ideale conditie brengen aan het kampioenschap van België. Ik heb daarvoor, dat durf ik zeggen, enorm hard getraind. En natuurlijk 28 juni, ik word kampioen van België, wat ik in feite 12 jaar na gejaagd had. Dus 11 jaar na gejaagd had, de 12e keer werd ik kampioen van België. De twee spoorwegbruggen die in de streek de naam Berg dragen waren wel in het parcours opgenomen, maar het kampioenschap lastig maken konden die geenszins. Daar zorgden de renners zelf voor. Er werd zeer snel gereden en nog voor half koers was al een heel gezelschap huiswaarts. Eigenlijk was er maar zelden sprake van een groot peloton. Als je wat genuanceerd wilde zijn, moest je het hebben over een lang peloton. Zo'n lint is niet erg sterk, het scheurt gemakkelijk en dat gebeurde bijna doorlopend. En als aan de goede kant van de scheur een grote Belgische ploeg ondervertegenwoordigd was, kreeg je dit beeld. De TGV van Walter Godegroot zal vlammen tot het lint hersteld is. De eerste fatale scheur kwam er op zowat 50 kilometer van het einde en vooraan ontbraken spurters als een Jeff Likes en een Eddy Plankaert bijvoorbeeld. Deze twee groepen smelten samen, de rest komt niet meer in aanmerking voor de trui. Een spurter die wel mee was, valt vooraan weg door een technisch defect. Frank Hoste te voet op de kasseien van de Stationsberg, de enige kasseien overigens die in het parcours voorkwamen, ongeveer 150 meter. Enkele honderden meters verderop is Werner de Vos om vergelijkbare redenen tot stilstand gekomen. Maar er blijven nog meer dan genoeg kandidaten over. Te veel zelfs. Geregeld komen er weer scheuren in wat van het oorspronkelijke lint is overgebleven. Hier zitten eventjes vooraan onder andere uitredend kampioen Mark Sergeant, Ludo Peters, Ronnie van Holen, Michel Vermoten en Ferdy van den Houten. Allemaal renners die een heel actief kampioenschap reden. Zo waren er nog René Martens bijvoorbeeld, Jan Neves en Peter Roes. En Jan Bogaert die een uitval waagt op 37 kilometer van het einde. Maar hoezeer hij ook probeert onder de wind te kruipen, Bogaert krijgt geen versterking en wordt gegrepen. Er mag dan al hard gelachen zijn met de zogenaamde Stationsberg, toevallig valt daar wel de beslissing. Vier renners maken zich los. De sterkste twee Belgische ploegen, de Kimpe en Godefroot, hebben zich voor één keer allebei laten verrassen. Hier ziet u het gebeuren. Deze renners missen de trein. Nog één renner kan in de afdaling komen aanpikken. Dat is Jean-Pierre Hendricks, een 22-jarige neoprof uit de ploeg, de Barenmaker. Dit is die Hendricks, voor hem Michel Vermoten, een eenmansploeg vandaag, dan Herman Frison uit de ploeg Zwerts, Ronnie van Holen, ploeg van Varenberg en Ferdy van den Houten, ploeg Rijbroek. Nog iets meer dan twee ronden van elk dik 12 kilometer moeten dan worden afgelegd. De voorsprong blijft in de buurt van de 15 seconden hangen en Marc Sergeant is niet van plan zijn kampioenentrui zomaar af te staan. Hij reageert met Nulles en Colijn in het spoor. Het mislukt. De verstandhouding bij deze vijf allemaal uit een andere ploeg is voorbeeldig. De 15 seconden blijven overeind staan. Maar Sergeant zit kennelijk weer in de vorm van het voorjaar. In de laatste ronde gaat hij alleen op zoek naar de kopgroep. Op het lange rechte stuk Mechelse Steenweg, waar de wind in het nadeel zit, nadert hij erg langzaam maar zeker de kopgroep. Als men daar op het gaspedaal gaat drukken, dan zal het pijn doen voor Marc Sergeant. Maar men drukt er niet op. Er is wel één man die probeert weg te gaan van den Houten, namelijk Slimmert. Hij heeft dat heel goed bekeken, maar een paar renners reageren toch.
Frison en Vermoten met name. En ook Hendricks en Van Hoge volgen. Maar dat kan de sergeant dan ook weer fataal worden. Tenzij Van der Houten wordt ingelopen en het stilvalt. 10 seconden achterstand voor Mark Sergeant. Opwindende finale is Ferdy van den Houten op weg naar de titel. De gewezen kampioen van België bij de studenten op de wielerbaan. Zo is hij zijn carrière begonnen. Daar ontdekte hij in Gent dat hij meer dan behoorlijk kon fietsen. Het leidde hem naar een carrière bij de profs. Ferdy van den Houten. Zwak seizoen tot nog toe, maar net op tijd in conditie voor dit kampioenschap. Winnaar in Oostende deze week. Men vond toen nog dat het een cadeautje was van zijn ploegmaats. Maar hier bewijst hij dat hij wel degelijk in topconditie is. Maar het wordt nog zwaar met die grote versnelling. 35 jaar is hij al, Ferdy van den Houten. En zijn demarrage kan sergeant de das hebben omgedaan. Ja, iets te laat is hij eraan begonnen, Mark Sergeant wellicht. En hier zijn ze weer samen met z'n vijven, Van den Houten ingelopen. En het zal vooraan wat moeten stilvallen, want Mark Sergeant, ja, het is een verschroeiende inspanning zoals je zei, Mark, helemaal alleen, luid aangemoedigd, maar ja, dat helpt misschien wel het moreel, maar de benen hebben daar weinig aan. Mark Sergeant die verliest weer wat terrein nu. En daar is Ferdy van den Houten, een streekgenoot van hem, dan verantwoordelijk voor. Sommigen hadden op een massasprint getipt in de voorbeschouwingen, maar dat zit er dus helemaal niet in. Ronnie van Holen in de aanval nu. Nee, Ferdy van den Houten toch alweer. Ja, hij moet het zo doen. En dit kan de goede keer zijn, want nu aarzelt men een beetje. De sprinters gaan nu elkaar misschien beloeren. Ja, dat gebeurt hier al. Dit kan de goede keer zijn voor Van den Houten, maar Vermoten reageert. Krijgt geen steun van Van Holen. Van den Houten is een temporijder, goede tijdrijder, goede proloogrijder. Goede achtervolger op de wielerbaan. Kan dus alleen rijden. Zeer typische stijl trouwens. Gaat er blijkbaar toch niet meer voluit in die achtervolging? Nee, inderdaad. En Van den Houten die neemt voorsprong. En daarvan kan onrechtstreeks ook Mark Sergeant me dunkt profiteren. Want die komt nu toch dichter bij die achtervolgers. Maar Ferdy van den Houten die vergroot zijn voorsprong. Ferdy van den Houten wellicht op weg naar de titel. Hier wil de ene het werk niet meer doen voor de andere. Vermoten wou beleven, Van Holen niet. Voorzichtig die bocht nemen, geen risico's meer nemen hier in die slotkilometers. Ferdy van den Houten. Nee. 7 seconden voorsprong voor Ferdy van den Houten. Nog zo'n 5 kilometer, dacht ik, van de aankomstlijn. Juist de afstand van een achtervolging voor beroepsrenners op de wielerbaan. Wat Van den Houten dus licht. Het ziet er nog altijd goed uit voor hem. Frison passief en Vermoten moet het alleen doen. Krijgt geen hulp. Van den Houten op weg naar de titel.
We zijn op precies 4 kilometer van de aankomst. Onze chrono loopt voor Ferdy van den Houten. 6 seconden, 7 seconden, 8 seconden, 9 seconden voor Ferdy van den Houten op precies 4 kilometer van de aankomst. En nu wordt Vermoten toch afgelost. Maar is het met overtuiging? En Sergeant die heeft nog 25 meter goed te maken om bij de achtervolgers te komen. Maar in de verte zien we nog steeds Ferdy van den Houten alleen rijden. En nog altijd een grote kloof. En hier is Ferdy van den Houten met die allergrootste versnelling hier. Hij krijgt ze goed rond. Toch even beweging hier nu van Holen. Maar hij gaat helemaal niet door. Sergeant zal kunnen aanpikken. Dus die komen samen. Maar dat zal wellicht niet zoveel veranderen. Sergeant zal dan misschien wel even proberen over dat groepje heen te schieten. Maar ze trekken zich ook al op gang, omdat ze wellicht Sergeant hebben zien naderen. En misschien zal Sergeant aan het werk moeten doen achter Van den Houten. Maar als hij die snelle mannen meeneemt, heeft het ook geen zin. En hij is blijkbaar ook al blij dat hij mag uitblazen. Op precies 3 kilometer van de aankomst. 12 seconden voorsprong voor Ferdy van den Houten. Ja, dit is een keerpunt. Een beslissend moment in de wedstrijd hier. Van den Houten wellicht definitief op weg naar de titel. Omdat hier geen beweging is gekomen op het moment dat de sergeant heeft aangepikt. Dat had misschien nog voor enige beroering hier kunnen zorgen in dat groepje. Maar kijk, sergeant dringt helemaal niet aan. Duwt Vermoten even vooruit. Laat hem voorgaan om de inspanningen te doen. Ronnie van Holen doet nu pro forma het werk in de achtervolging, maar echt jagen is dat niet. De laatste keer de Stationsberg en daar rijdt aan de overkant al in volle klim op het asfalt Ferdy van den Houten. Hier op de kassei de achtervolgers. Groot is het verschil weliswaar niet, maar wie wil het werk doen? Wie het werk doet is alvast geklopt. Dat speelt in de kaart van Ferdy van den Houten. Een man die in hoog aanzien staat ook in het profpeloton. Die zich ook wat heeft opgeworpen tot een van de syndicale leiders van dat peloton. Bij de recente actie onder meer tegen de dopingactie van het ministerie van Volksgezondheid. Ferdy van den Houten, regent lichamelijke opvoeding. Ook al verbonden voor allerlei stages aan het Blozo, waar hij wellicht later carrière zal maken, maar nu bijtend in de stuurstang bijna in zijn typische stijl. Ferdy van den Houten op weg naar de Belgische kampioenstitel wellicht. Dat moet inderdaad zo zijn, want achtervolging, nee, daar is geen achtervolging meer. En we zijn op 2 kilometer van de aankomst. Ronnie van Olen gaat wat proberen te doen misschien. Ronnie van Olen recht op de trappers, maar nee, de anderen reageren. En het valt weer stil dan. Ferdy van den Houten heeft moeilijk voorseizoen achter de rug. Op een bepaald moment dacht hij eraan om af te haken en meteen actief te worden in de begeleiding als sportdirecteur, wat jong sportdirecteur van zijn wielerploeg. Maar uiteindelijk heeft hij dan hier 1 kilometer te gaan. Ik kan hem toch op tijd om er volgend seizoen nog een jaartje bij te doen. Dat zal hij nu meer dan ooit moeten doen met de Belgische driekleur, want die heeft hij wellicht toch binnenschot. Hij bevindt zich in de laatste kilometer. Zegen zeker nu, Ferdy van den Houten, minder dan 1 kilometer en de achtervolgers moeten hier nog gaan passeren onder die rode driehoek. De kampioenstitel wenkt. Ferdy van den Houten kan niet meer worden bijgehaald. Zonder te verzwakken heeft hij die laatste 6-7 kilometer afgelegd. Het dient gezegd, het is verdienstelijk fietswerk. Hij heeft het zeer handig gespeeld. Hij was kansloos in de sprint. En hij heeft de rivaliteit tussen de sprinters uitgebuit. En dat levert hem op 35-jarige leeftijd de Belgische kampioenstitel op. Dus een van de ouderdomsdekens uit het peloton, kampioen van België. Zo heeft ook Lucien van Impe hem dat voorgedaan op de Kruisberg in Hoornse 4 jaar geleden. Ferdy van den Houten, dolgelukkig,
bedreigd. Want pas daar zagen wij de achtervangers. We zien dat van Joe Rijbe, de zoon van ex-prof sponsor Guido, in tranen zijn kampioen onder ons vallen. En hier nu de sprint voor de tweede plaats. Met achteraan Van Holen, sergeant, Frison op kop, Hendricks ook klaar. Vermoten, Hendricks van ver aan de leiding. Frison dan in tweede positie. Altijd Hendricks voor Frison. Van Holen ook op kop zetten. En dit sprintje zal uiteindelijk gewonnen worden door Hendricks voor Frison, Van Holen, sergeant en Vermoten. Ferdi van den Houten, hij kan blijkbaar zelf niet geloven, maakt het zegengebaar. Populair renner ook, heeft kennelijk vurige supporters en aanhangers. En ook in het peloton zal zijn verbinding erg goed. Deze man ligt in dat hele peloton. En we hopen hem straks op het podium te krijgen voor het interview. Ferdi van den Houten, had men je voor de start moeten zeggen, jij wordt kampioen van België, wat had je dan gedacht? Ja, wat had je dan gedacht? Diegene die dat tegen mij ging zeggen, ging gezegd hebben, jij bent wel de grootste optimist van België, denk ik. Maar persoonlijk, ik had mij toch volgens mijn eigen normen goed voorbereid, dacht ik. Dus ik kwam met een zeker vertrouwen aan de start. Niet nerveus, omdat ik dus mijzelf, ja, laten we zeggen, 10 kansen gaf op 100. Dat is misschien nog te veel. En veel in ogen, maar ik had toch goed getraind en ervoor geleefd voor vandaag. Ja, jij was alles behalve de snelste man in de kopgroep, maar misschien is dat ook je geluk geweest. Jij was verplicht om aan te vallen. Ja, ik denk dat ik de minst snelle was. Dus wilde ik winnen, ik moest demareren en ik denk dat ik dat gedaan heb, hetgeen dat ik moest vandaag. En op het goede moment, want ik heb gewonnen. Het lukte niet de eerste keer. Ja, het mag natuurlijk niet te gemakkelijk gaan ook. Maar ik was content dus dat ze mij de eerste keer kwamen halen, dat er onmiddellijk een tegendemarage was. En dan wist ik dat ik terug kon tegen hem erin en dat is toch het ideale moment, denk ik. Hé, hey, ik moest hem klappen. Nou, als hij nou het kampioenschap won. Hij was zo genomen, we waren onze tweede, hij was zo te kijken. En allee, morgen samen had hij weer eigen lopen waren. Hè. En in een antwoord hij niet. Allee, hij werd dan de tweede keer niet eigen lopen. En hij was er, hier, ik sprong... Zijn wij gewoon. Ik sprong kracht, maar ik moest... En ik zeg alleen wat is er onhouden? Hij kost en ik kost niet, mijn zijde niet zijn.
kampioen van België werd. En ik had een driekleur aan. Dan het pas op tegen de Belgische kleuren zijn, dan is het iets formidabel. En overal waar dat je komt, ben je toch de kampioen. En het woord kampioen, dat is toch iets speciaals. Wij moeten dat, ik moet dat zelfs relativeren. Maar ik durf toch zeggen dat ik er gans mijn leven fiets zal op zijn. En elke koers waar je komt, is in feite een... ik zeg, iedereen wil eer betonen aan Freddy van Nuiten, die de pasopverrekening toch die trui draagt. Zeven keer wint in Gerardsberg. En dan antwoord ik daarop, hoe is dat mogelijk dat ik maar zeven keer in de Milan-San Remo ben. Natuurlijk, Gerardsberg is altijd speciaal geweest. En wat dat steeds in mijn voordeel was, dat in feite Gerardsberg een omloop is die mij goed past. Dus het is een selectieve omloop. En ik was altijd dubbel gemotiveerd, omdat het in feite een van de enige koersen is in de streek. En alle supporters waren daar en ik wilde toch de supporters op de een of andere manier bedanken voor het roepen en hetgeen ze voor mij gedaan hadden. Dus ik heb me van in het prille begin van mijn beroepswielrenloopbaan geëngageerd in feite bij Sporta. Omdat ze dus mij vroegen om les te geven, turnles te geven aan de jongere wielrenners. Dat is daarna een beetje gegroeid, ben dan in het bestuur gekomen van Sporta. Kwam ik nog meer in contact met de sociale problemen van de wielrenners. Daarna werd dat gecombineerd met Sporta Blozo, totdat we dus... ik ben de Wilfried, technisch directeur, oprichter van een Vlaamse wielerschool. En daar ben ik vandaag nog actief in. En ik hoop daar nog enkele jaren actief in te blijven. Niet te geweldig, rustig, rustig. En pas op, jongens. Ja, hij komt terug hier in het wiel. Daarnaast. In het wiel. Rustig rijden op kop. Het is geen koers. Voilà. Neem een keer een kleinere versnelling. Neem een keer uw binnenblad. Linkerendel naar omlaag, ja, dat is beter. Nu als sportbestuurder hoop ik eenzelfde carrière te kunnen maken als ik gemaakt heb als coureur. Dat wil zeggen, eindigen als kampioen. Natuurlijk, ik ben me bewust van de moeilijkheden die dat zal meebrengen. Maar anderzijds moet ik zeggen, ik heb er vertrouwen in. Omdat Post toch iemand is die de métier kent. En als hij mij gekozen heeft, zal hij wel weten waarom dat hij mij gekozen heeft.
En anderzijds moet ik zeggen, hoop ik dat mijn relatie met Plankard een heel goede relatie wordt. Want er is nog nooit gesproken geweest over wie is de sportdirecteur of wie de sportdirecteur gaat worden. Wij moeten dat gewoon zakelijk oplossen en dat moet een zakelijke relatie zijn. En ik zeg, ik heb 12 jaar Brussel geweest en ik hoop nu nog 12 jaar sportdirecteur te zijn. En dan zal dat wel stilletjes naar de pensioenleeftijd gaan, denk ik. Ja, natuurlijk, dat zal inderdaad een hele verandering zijn volgend jaar. Als slecht weer is, zal ik hier voor mij gemakkelijker hebben. Ik zal de verwarming op maximum zetten. Maar dat betekent niet dat ik toch zal medelijden hebben met mijn coureurs, met alle coureurs in feite. Maar natuurlijk, dat medelijden zal niet te groot mogen zijn, want per slot verrekening ga ik een andere functie hebben. Ik zal moeten ervoor zorgen dat er resultaten zijn. Dat zal niet gemakkelijk zijn, maar ik zal er mijn best mee doen. Mijn vrouw was een hele goede supporter van mij, want ze was al supporter voordat ze mijn vrouw was. Ik geloof dat ze altijd supporter geweest heeft van op het wereldkampioenschap in Mette. En dat was dan in 1975, stond ze daar al met een paraplu met de regenboogkleuren aan. Ik heb de trouwste supporters gehad en de meeste supporters gehad die ik leuk kan hebben. Want er is jaarlijks een bal en dat is altijd vol. Enkele dagen daarvoor heb ik een beetje schrik en zei ik, gaan de mensen nu verder nog buiten komen voor Freddy van Nuiten? Want in feite is dat toch iets dat de mensen op uitgekeken gaan raken. En elke keer dat ik op bal ben, zijn ze daar. 31 overwinningen bij de liefhebbers. En 53 overwinningen bij de beroepsrenners. Wie doet het hem na? Winnaar van verscheidene grote wedstrijden, regionale wedstrijden, rittenwedstrijden. Winnaar van het fragment Wimbledon en tot slot apotheose van zijn carrière. De winnaar van het kampioenschap van België, onze allervriend Ferdy van den Houten. Ferdy, hartelijk welkom hier in de gym. We zijn hier nog een laatste keer bij u. Het zal waarschijnlijk wel de laatste keer niet zijn, want u blijft in het wielermidden, maar wij zullen geen bal meer geven. Ferdy, u kijkt nu terug op uw carrière. En wat denkt u van uw supporters hier, die hier in de zaal zijn? Ja, in de eerste plaats, hoe kijk ik terug op mijn carrière? Achteraf bekeken is het een succesperiode geweest. Want na 12 jaar beroepsrenner moet ik zeggen, ik heb geen enkele tegenslag gekend. Lijfelijk, fysiek dan. Ik heb geen enkele breuk opgelopen, dus dat is een formidabele zaak geweest. Hoe kijk ik terug aan mijn supporters? Die hebben misschien voor gezorgd dat ik 12 jaar gekoerd heb en dat ik het 12e jaar kampioen geworden ben. Want dat was in feite de bedoeling van een hele loopbaan, één keer kampioen worden. En toen ik het geworden ben, heb ik maar gezegd, niet stoppen, want het kan toch niet beter meer. Dank die u reeds over 15 jaar voor ons was. En dat heeft ons toch altijd veel plezier gedaan. Dat u steeds respect gehad hebt voor de kleine man die achter u stond, die u tenslotte dat zien. Laat het ook de mogelijkheden gegeven om uw talenten voor eens uit te breiden en door te komen waar u nu bent. Ik denk dat er nog een paar mensen zijn die nog graag iets zouden aan Ferdy veranderen. Met veel plezier die nog mensen die ze veranderen. Komt wel eens voor u. Dit was een uitstekende supporter die hem in het hart raakt. Als er nog iemand is die graag een lunchtrip voor u te veranderen. Hier hebben we een mooie kantje van België in de chocolade en de mensen einde. Van tapisserimenten, aangevuld met tapisserimenten. Dat is de meeste kantje om van te smoren. Echt een respect. Als we niet te veel zweet hebben. En nog een mooi filmstukje kan gaan.